VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Een vooruitblik op VVV AZ, Evert Lindhorst over eerste contract en Marco Bogers over toekomst Eredivisie. Maar nu eerst terug naar de laatste competitiewedstrijd, VVV Fortuna Sittard. Worden ging Stokkers. Oh, omdat Promes gruwelijk mis zit. Scoort Stokkers. Wat een grote fout achterin van Promes. En wat profiteert Stokkers daarvan? De vervanger dus van de geblesseerde clubtopscorer Novakovic. Oh, die is snel. Die is er knap langs. Nu terugleggen. Mlapa en Seuntjes. En dus heeft Fortuna maar heel kort van de voorsprong mogen genieten. En is de prachtige reactie van Oenerstal die meteen bij Promes komt. Het is met name de demarrage van J. Roy Grot die voor de grootste problemen zorgt. Kozelev bij de eerste instantie nog wel een antwoord te vinden op de inzet van Mlapa. Maar dan is er niemand met Seuntjes meegelopen om de Son of God af te stoppen. Nou, doorkop is van een speler van Fortuna en Mlapa profiteert daar geweldig van. Wat een heerlijke uithaal. Ja, de grijns van Maurie Stijn, want de voorsprong is er. Het is de ingooi en dan een speler van Fortuna die de bal doorkopt, onbedoeld. Op Poku voor het doorkoppen richting Mlapa. Kozelev is daar gezien. En dan is dit 3-1. Al heel vroeg in de tweede helft wordt de voorsprong uitgebreid door de man die de 2-1 maakte. Is nu ook verantwoordelijk voor de 3-1. En Kozelev is een keeper die veel en ver uit zijn doel kiept. Daar neemt hij risico's mee. Dit is Oenerstal die dus een voorassist krijgt. Doorkoppen is daar. En daar heeft Kozelev, denk ik, niet zo heel veel te zoeken. Toch is hij daar. En is dan gezien. Lamproe. Dit is een aardige bal. En dit is een goal. Fidikal. Gaan ze het nog een keer flikken. Van 3-1 achter naar 3-3. Fidikal maakt in ieder geval de 3-2. De bal voor van Lamproe. En Fidigal, en als je dan tussen zo'n woud van reuzen staat, dan is het toch niet heel erg logisch dat Fidigal, uitgerekend Fidigal, het kopduel wint. Vooraf volgens mij ook duidelijk aangegeven dat ik weinig verschil zag tussen Fortuna en VVV. Twee goed georganiseerde ploegen. Fortuna hartstikke goed uit de Jupiler League in die Eredivisie begonnen. Verschil heel klein. Ik denk dat je dat uiteindelijk ook op het veld hebt gezien dat het verschil niet zo groot was. En wel dolblij dat wij ondanks een denk ik van onze kant bij vlagen iets mindere wedstrijd hebben, toch gewonnen hebben. Veel persoonlijke fouten zagen we in deze wedstrijd. Ja, van beide kanten. Van beide kanten. En ook fouten die je eens in de zoveel tijd een keer overkomt. Ik bedoel, Gerald die altijd een rots in de branding is. Ja, die hier onder een bal doorduikt. Ja, dat gebeurt je wel eens. Het probleem is natuurlijk als het bij verdedigers en keepers gebeurt dat hij gelijk binnen zit. Dus, maar goed, dat hoort ook bij voetbal. Ja, ik ben Evert Lindhorst natuurlijk. Ik ben begonnen bij VVV toen ik klein was. En toen ben ik nog 2 jaar naar PSV gegaan. Dan ben ik uiteindelijk weer naar VVV gegaan. Evert is een controlerende middenvelder die vind ik ook aanvallend zijn steentje bijdragen. Heel vaardig. Sterk aan de bal, blijft in alle situaties heel rustig. Dus ik denk dat dat wel een uitstekende speler is. Waarvan ik nogmaals hoop dat hij op termijn het eerste helft gaat halen bij ons. Ja, en daarom heeft deze 18-jarige middenvelder deze week zijn eerste contract getekend. Tot de zomer van 2020 met een optie voor nog een seizoen. Een mooi moment voor de jonge Venlonaar.
Op jonge leeftijd is dat natuurlijk al een doel. Om een contract te tekenen, om het vertrouwen te krijgen van de club. Dus ja, dat is echt een droom die uitkomt. En hoe lastig is dat dan, zo'n weg daar naartoe? Je zei net al eventjes, je hebt 2 jaar bij PSV gezeten. Heb je soms ook getwijfeld aan je carrière? Ja, zeker. Het is natuurlijk niet altijd even leuk. Bij PSV speelde ik weinig, dus daarom ook gekozen om hier terug te gaan. En gehoopt dat ik hier mij zo goed mogelijk kon ontwikkelen. Dus ja, dat is uiteindelijk goed uitgepakt. Dat geeft aan dat we ook bezig zijn met de ontwikkeling van jeugdspelers. Die krijgen de kans vaak bij ons, hè? Ook gezien de mogelijkheden of de onmogelijkheden en de budgetten. Verval je vaak ook op jeugdspelers terug. Nou, ik vond dat de doorstroom de laatste jaren wat achterbleef. En ik vind dat we nu in de onder 19 een hele talentvolle lichting hebben. En waarin we met Evert iemand vast hebben gelegd voor de komende jaren. Waarin wij veel potentie zien. Krijgt alle tijd om zich te ontwikkelen. En dan hopen wij uiteindelijk dat hij dadelijk speler van het eerste elftal wordt. En je hebt vorig jaar al je eredivisie debuut zelfs mogen maken. Wel nog geen bal geraakt geloof ik op het hoogste niveau. Nee, alleen in de oefenwedstrijden nog een bal geraakt. Maar in de officiële wedstrijd nog niet. Dus dat moet nog komen. Ja. Wanneer komt dat? Ik hoop dit seizoen nog en ga er hard voor werken. Dus. Heeft de stap gemaakt afgelopen seizoen van trainen bij de jeugd op een heel ander niveau dan aanhaken bij het eerste elftal op eredivisie niveau. Nou, dat doen de jongens hartstikke goed. En volgend jaar gaan die jongens definitief bij de A-selectie komen, omdat ze dan ook niet meer in de onder 19 mogen spelen. Ja, dus zij moeten dan zoveel mogelijk kilometers maken op de training. En ja, dan zou het ook kunnen zijn dat ze ook snel minuten gaan maken. Ja, dat is aan hun. Ja, ik denk dat ik dit seizoen natuurlijk nog veel bij de onder 19 wedstrijden speel. En daar kan ik ook veel van leren, want ik moet gewoon natuurlijk veel minuten maken op deze leeftijd. En bij het eerste speel ik dan de oefenwedstrijden. Dus daar leer ik ook veel van. En volgend jaar wordt een belangrijk jaar natuurlijk. Dan moet ik zorgen dat ik veel ga spelen, want dan kan ik niet meer bij de onder 19 wedstrijden gaan spelen. Dus het is gewoon, volgend jaar is wel belangrijk. Is dit het begin van iets moois? Dat denk ik wel, ja. Dat hoop ik. Ik ga er alles voor doen. Dus. En tot wat gaat dat leiden verder? Ga je dromen? Ja, mijn dromen is om hier te staan natuurlijk. En de echte droom is toch wel Ajax. Ajax 1, ja. Op zich, en dat heb ik vorige week ook een aantal keren gezegd, zijn wij als VVV best tevreden met het verhaal wat er nu ligt. Maar als je dan kijkt naar het totale Nederlands voetbal en de verbeteringen en hervormingen die we allemaal hadden verwacht, ja, zijn die niet tot stand gekomen. Maar ik denk, als ik puur kijk naar VVV, en daar moet ik als directeur verantwoordelijk van VVV ook naar kijken, denk ik dat wij daar op zich goed uitkomen. Exact een week geleden presenteerden de gezamenlijke eredivisieclubs hun veranderagenda. Maar er verandert weinig in de eredivisie de komende jaren. Het mogen duidelijk zijn dat de topclubs heel andere belangen hebben dan de clubs aan de onderkant van de eredivisie. Waarbij de topclubs, en dat was eigenlijk ook de basis, wilden gaan voor een competitie van 16 clubs. En wij voor een competitie van 18 clubs. Daar zat een groot verschil. Nou, als je dan gaat kijken naar het format 16 clubs en wat er dan tegenover zou staan voor de andere clubs, hè, wat de topclubs zouden inbrengen en gelden, was dat voor ons te weinig om voor die verandering te zorgen. En we hebben eigenlijk gezegd als VVV van 18 clubs is voor ons natuurlijk veel beter. Daarnaast speelde nog natuurlijk het kunstgrasverhaal. Wat denk ik vooral ook door de media een wat meer emotionele lading kreeg dan waar het daadwerkelijk om ging. Want niemand heeft kunnen aantonen dat daar grote verschillen zitten als je het hebt over sportieve verbeteringen. Tenminste, dat hebben de onderzoeksbureaus niet kunnen laten zien. Ja, weet je, als je dan wil overstappen naar bijvoorbeeld natuurgras, dan weten wij wat dat gaat kosten. Alleen die compensatie, die zien wij helemaal niet terug. Dus vandaar dat wat dat betreft alles bij het oude blijft. En dat voor ons denk ik op dit moment ook beter is. Die compensatie waar Bogers op doelt is een bijdrage van €350.000 per seizoen. Het overstappen op natuurgas zou per club echter zo en zo al neerkomen op een bedrag van €500.000 per seizoen. VVV ontvangt zondagmiddag in de Kuhl AZ. Vorig seizoen maakten de Alkmaarders pas in het laatste kwart het verschil.
Je moet nooit te veel terugkijken, maar als je de wedstrijden van vorig jaar bekijkt, en toen hebben wij het AZ ook heel lastig gemaakt. Thuis verloren we, nipte met 2-0 door die ongelukkige eigen goal van Ralf. Uit is het 0-0 gebleven, dus ik denk dat wij, wat we meerdere keren laten zien, toch een lastige tegenstander zijn voor tegenstanders. En ik hoop dat we dat zondag weer zijn. Een paar weken geleden maakte VVV, toen niet in de sterkste opstelling, het AZ nog lastig in de beker. De wedstrijd van zondag wordt nu het duel tussen twee subtoppers genoemd. We staan vijfde, AZ staat vlak achter ons. Het is op papier natuurlijk een heel mooi affiche qua realiteit. Als je het over het hele seizoen bekijkt, ja, dan weet ik niet of wij de subtopper zijn. Dat moet blijken. Maar feit is dat we na 11 wedstrijden gewoon op een uitstekende plek staan met 18 punten. Dat vinden we het allerbelangrijkste. Tristan Dekker, die we zo meteen nog even spreken voor de top 3, ontbreekt nog steeds bij VVV door een blessure. En Stijn moet het de komende weken ook doen zonder Roel Jansen. De Venlonaar zit niet alleen een schorsing uit. Hij liep tegen Fortuna een scheurtje op in de meniscus en buitenste knieband. Nou, ik denk dat we Roel wel voorlopig kwijt zijn. Die heeft toch een blessure opgelopen. En dat wordt over een aantal weken opnieuw bekeken. Maar de verwachting is dat hij de komende weken niet inzetbaar is. Tot slot nog even een gerucht uit de wereld helpen. Tenminste, als we Stijn mogen geloven. VVV is niet op zoek naar versterkingen. Met de winterstop voor de deur nemen de geruchten namelijk toe. Zo werd de naam van Ferdi Kadioglu van Fenerbahçe deze week aan VVV gelinkt. Nee, wat mij betreft niet. En dit is ook iets waar wij niks van af weten. Dat heeft iemand zomaar in de media geslingerd. Ik ben hartstikke tevreden met de groep die ik heb. Ik vind dat we een zeker breder zijn geworden van nummers 12 tot en met 18. Alle spelers die op dit moment net even buiten de boot vallen, kan ik op mijn verantwoording zo in de ploeg brengen. Daar worden we niet minder van. Op elke positie hebben we een goede vervanger. En ik wil die groep bij elkaar houden. Alleen, ja, misschien dat je dadelijk wel alleen een situatie krijgt dat jongens zelf ontevreden zijn. Maar ja, dat hoop je zo lang mogelijk te voorkomen. Omdat ik met alle spelers die op dit moment niet bij de basiself horen, heel erg tevreden ben. En die gaan heel veel minuten maken, die zijn belangrijk voor de ploeg. Die vallen regelmatig in. Ja, en dat is voor die jongens is het net even pech net. Voor ons geluk dat we gewoon goed draaien, dat we veel punten halen. Dus ja, dan moet je soms op je beurt wachten. Maar dat moment kan sneller komen dan dat je vaak zelf verwacht. Dus ik hoop dat we de groep bij elkaar kunnen houden. Want ik heb die groep ook zelf samengesteld met Stan en met Marco en met de staf. Dus ja, dat zou wel gek zijn als ik nu afscheid wil nemen van jongens. En in de 11e minuut is daar het applaus voor de nummer 11 die er niet is. En om zo'n goede reden zijn maar weinig voetballers ooit afwezig geweest in de Eredivisie. Lennarty. En het is zover. VVV is nu kampioen van de Jupiler League voor de derde maal in de geschiedenis. En de ontlading is groot bij de spelers van VVV. En de schaal is nu voor VVV en voor Danny Post. VVV, de terechte kampioen van de Jupiler League in het seizoen 2016-2017. Wordt hij dan in de tweede minuut door Mlappa zelf verzilverd? Mlappa voor zijn eerste in de Eredivisie en daar is hij! Mlappa scoort voor VVV. En zo ziet de top 3 van VVV er nu uit. Tristan Dekker mag er een nieuw fragment in zetten. Ik haal eruit dat Tino de penalty geeft aan Mlappa. Die hou ik eruit, want ik denk dat die andere twee wel moeten blijven staan, vind ik. Dus die gaat eruit. Wat ga jij erin zetten? Ik ga erin zetten de overwinning tegen Fortuna. En het feit dat we nu vijfde staan, volgens mij 11 wedstrijden. Dus die zet ik erin. Ja, mooi moment natuurlijk. De beste club van Limburg ook nog eens. Ja, precies. De beste club van Limburg op het moment. Dus dat is wel een mooie titel, maar mooi meegenomen. Ja. Heel even naar jouzelf kijken. De afgelopen periode last van een blessure, niet inzetbaar. Hoe gaat het nu met je? Het gaat goed. Ik ben nu volgens mij 4 weken geleden geopereerd. Het herstel gaat op zich wel redelijk. Ik ben nu weer een beetje buiten mijn stapjes aan het zetten. En in de gym doe ik veel. Dus op zich gaat het wel redelijk. Ja, ik ben wel tevreden. Ja, daarvoor moest je natuurlijk veel van de bank toekijken. Nu geblesseerd. Ja, hoe lastig is de situatie voor jou op dit moment? Het is op zich wel een moeilijke situatie, vooral als je op de bank komt natuurlijk. Maar ik ben er altijd gewoon positief in blijven staan. En ik weet als mijn kans komt, dan moet ik die gewoon met beide handen pakken en er dan staan voor het team. Dus, Wanneer gaat jouw kans nu weer komen?
Ja, dat is afwachten. Ik hoop gewoon zo snel mogelijk fit te zijn. En ja, voor mezelf natuurlijk heel veel trainen, zodat ik nog sterker terugkom dan dat ik was. En ja, dan zien we vanzelf wel. Nu terugleggen, Mlapa en Seuntjes. Het doorkomt is van een speler van Fortuna. En Mlapa profiteert daar geweldig van. Paco Celef is daar gezien. En dan is dit 3-1. En wint VVV deze wedstrijd tegen Fortuna Sittard met 3-2. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.